Marineer de spijlrib, ziet er ontzettend lekker uit. Moet nog in de oven, heb ik dit van wat niet gehoord. Kan jij vertellen hoe jullie dat gemaakt hebben? Nou, we hebben eerst de spijlrib in stukjes gesneden en in de pan met water gedaan. Ja, waarom in de pan met water? Koken. Ja, ik snap het. Ja, en dan hadden we de marinade gemaakt van, wat zat er allemaal in? Ja. Knoflook, ketchup, olie, honing, citroensap, sambal en zouten peper. Heerlijk. En dan moesten er 25 minuten in. En gemarineerd, ja. En dan moesten ze eruit halen en dan de marinade erop in. Doen, zeg maar. En dan moesten ze bedekken. En dan gaat ze in de oven. Ja, straks gaan ze in de oven. Ja, precies. Oh. Dankjewel dat je het recept vertelde wel. Het klinkt heerlijk.